Dan zo net. Opa, broertje! Waar is die dan, opa, broertje? Ja. Hallo! Wat deed jij daaronder? Ik was een dubbeltje kwijt, hoor. Doe ze, ik zie de tafel hebben beweegd. Waarom ging het zo trillen? Ach, katalog, mijn rug. Juts, zie je wel, ik geloofde erop al niet van. Onzinnig. Neem de ampon, jij moet je mond ophouden, hè, Boetie? Ja, ik dacht ongelukje, zeg, wat schilderij. Kijk dan! Mijn glazen beweegt ook! Dan moet je het maar niet zo leeg laten staan. Dat is het glas waar opa Jan de Wild altijd het dronk. Lydia, Tjoba, schenk wat stroopsoezo erin. Ja, dat is toch geesten verzoeken, toe? Straks jouw vorkje het buig nog krom. Leuk, heb je gezien die fijn op televisie van lepels en vorken? Ja. Geloof je er wat van? Ach, wel nee, zei, daar geloof ik niks van, hoor. Geloof je er iets van? Nou zeg, ik geloof het wel, hoor. Ja? Uri Geller. Luidjes, zullen we hem opbellen, Uri Geller? Ja. Probeer je wat hij kent door de buis. Hij kent ook door de telefoon. Ja, heerlijk. Zullen we hem bellen? Wat is het? Zullen we gewoon intercommunicaal bellen? 007. Ah, niet al, dat is James Bond. 0016. 0016. Goed. Let op, luidjes. 0016. Hallo, juffrouw 0016. Ja? Mag ik van u, Uri... Uri Geller zeker, hè? Ja, precies. Ja. Er zijn nog 8 wachtenden voor u. God allemachtig. Er zijn nog 5 wachtenden voor u. Er zijn nog 3 wachtenden voor u. Er is nog 1... Met Uri Geller? Ja, meneer Geller. We zitten hier in een interessante televisieuitzending van een Koempoelan bij mij ten huize. Hè? Een soort Haagse kringen van Indo's, ja? En nou zou ik u willen vragen, zou u een staaltje van uw kunnen door de telefoon kunnen geven? U zit er met de hele bespogen. Oi, hoe is de naam? Tante Lien. Lien Multatuli van Drommelen. Van Drommelen, zo. En het Giro-nummer? Nee, meneer Geller, u hoeft niks terug te doen. Atenoy, wilt u mijn instructies nauwkeurig opvolgen? Instructies? Ja, Uri, zeg maar. Neem een voorwerp in uw hand. Een voorwerp in... Wat heb ik nou normaal in mijn hand? Toet, geef mij een pisang. Een pisang? Maar die is al krom, toch? Niet erg, laat hem maar recht buigen. Ja, Uri, ik heb hier een voorwerp in mijn hand en wat nou? Atenoy, nu zachtjes wrijven. Ja? Ik wrijf, Uri, maar er gebeurt nog niks, hoor. Ik zeg u zachtjes wrijven en naar het voorwerp blijven kijken. Hoe moeilijk blijven kijken. Ja, ik sta hier wel voor aapsen. Concentreren. Atenoy, ik zeg u, concentreren. Ja, Uri. Uri, jellig, Uri, Uri. Concentreren. Groeli, 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 groeli. Hé, er gebeurt niks met die banaan. Tante Lien, praat krom. Oeri, jelly, broeri, joeri. Katelien, staat krom. Groeli, broeli, droeli, broeri. Hoi, dit was voldoende. Shalom, Tante Lien. Hé! Hallo, Uri. Zie je dat er niks van waar is?
oude hoerie. Ik heb een kroepboek oor voor het luisteren, zeg. Ik eet maar lekker op die pisang. En ik ga even de schuifdeuren open doen, jelui. Kijk dan, net in die. Toet, heb je de plantjes wel water gegeven? Tuurlijk! Ja, Pio. Zijn leutjes, vertellen jullie dan iets van Guna Guna? Het verhaal van Guna Guna, wil je er wel? Aidan, wie vertelt iets griezeligs van Guna Guna? Tante Lien, wat is dat Guna Guna? Je weet niet, Floor, wat Guna Guna is. Nou, oh, het is moeilijk hè, om te definiëren. Guna Guna is zeg maar een destructieve kracht hè, die via de zwarte kunst erop uit is om iemand te vernietigen. Heel kwaadaardig hoor. Tante Lien, ja? Heb je hier ook Guna Guna in Holland? Ja. Je hebt overal eigenlijk Guna Guna. Hè? In Afrika heet het voodoo, in Ierland heet het pshok, op de Antillen heet het bruja. Overal, ja, hier in Holland ook. Maar nu maar eventjes alleen over Indië, ja. Alleen, ai dan luidjes, vertel dan Guna Guna verhaal uit Indië. Ai, wie mag ik het woord geven? Mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, die had een vriendin. En ze waren allebei officiersvrouwen. En die liepen op een dag liepen ze in Sarankabaya zo langs de passen. In Jakarta of in Batavia vroeger. En u weet toch, Tante Lien, dat dan die verkopers allemaal op de trottoir zitten. Ja. Ja, allemaal zo bij elkaar. Nou, het was er ook een Arabier en die zat daar met zijden stofjes en van alles. Nou ja, en het was echt toen in die koloniale tijd, waar dus de Europese dames een bepaalde standing hadden en zich niet bemoeiden met het plebs, wat ze toen zeiden. Hè? Dus toen gingen ze zo langs het trottoir en die Arabier die prees zijn stofjes aan. En toen zei die vriendin van mijn oma, die zei, ach, zegt ze zo in het Maleis, hè, je hebt allemaal rotzooi en ze spoog zo naar hem. En toen zei die Arabier, die zei, awas njonja, zei die, pas maar op, zei die, hè, binnen een week bent u weg van uw echtgenoot en uw kinderen en ze zullen u nooit terugzien. Nou, ze lachte hem gewoon uit, hè, en ze trok de schouders op en ze liep heel vrolijk door. En ze dacht er verder niet meer over na. Maar inderdaad hoor, in een week was ze verdwenen. Spoorloos verdwenen. En waar? En haar man heeft haar gezocht, de kinderen hebben haar gezocht. Nooit meer teruggevonden. Nou, die Arabier heeft natuurlijk met Guna Guna haar naar zich toegehaald. Door het een of ander. Die heeft haar bij zich genomen. Het was een mooie vrouw. Niemand heeft ooit een spoor meer van haar teruggevonden. Griezelig, ja. Echt griezelig. Het is echt gebeurd. Waar gebeurd. Dankjewel, ja. Maar nou almaar, zegt de rillingen lopen over mijn rug. Almaar over Guna Guna. Maar dat komt natuurlijk ook door jouw muziek, hè, meneer Banning. Wat is dat voor stuk muziek? Nou, dit is toch de avond van de suspense. Le suspensoir. Zullen ik zal eventjes de band aan jullie voorstellen. Dames en heren en luidjes thuis. Ben ik beeldig? De Satay Babi Boys. Onder de vleugel, Harry Banning. Onder de bas, Frankie Noya. Onder de viool, Prantje Poppetie. Onder de trommels, Chris Toppel Dekker. Niet black, maar wel lekker. Onder de gitaar, Victor Kaihatu. En onder de andere gitaar, Veter Niewerf. Zo leuk, nou wordt het tijd dat we allemaal eens gezellig wat gaan zingen. Waarom heb jij mij niet eerder uitgenodigd op jouw televisieshow, Tante Lien van Drommelen? Waarom moet ik van Toetie te horen krijgen dat jij een Koempoelan hebt op televisie? Eh? Waarom? Waarom mijn chancre, hij wil niet naar re... Toetie Molut, ja. Omdat zijn kop die tot al pitte. Ja! Daarom. Lo! Jij weet toch dat ik zo goed een Guta Kepang kan nadoen? En jij weet toch dat ik ook een tjaka 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 kan? Of de vruchtbaarheidsdans, ja, Tante Lien? De vruchtbaarheidsdans, ja. Kan je niet gewoon dansen, Engelse wals of zo? Hallo, Tante Lien, die foxtrot zit nog steeds in mijn kuiten. Ah, mo. En je weet toch dat ik zo goed een aapje kan nadoen dat Trassie aan zijn pootje heeft? Godbewaar. En dat ik zo lollig kan zingen van ik loop eens langs de Kali, ik hoor retetetet. Ik denk een troep soldaten, wat doe pa man, tjert men tjert. Hey!
Ik kan dat niet meer verdragen. En gedraag je toch een beetje, we zijn toch op de televisie. Ah, dat medium heeft toch niks met Guna Guna te maken, tante. Oh nee, nee. Jij moet je schamen trouwens voor de televisie en je blootje in bed te liggen. Oh, ik spetter. Ah, lekker toch. Ik ben blootje in bed. Ja, je blootje in bed. Jij bedoelt met pleunitouw. Ja. Ah, jij bent nog steeds jaloers, hè? Nog steeds te peder in, hè? Dat Toetie wel mee mocht doen, hè? Met stille kracht. En jij niet, tante Lien? Ja, dat ze allemaal weggespeeld. Inclusief Lex van Delden. En ik had zo gehoopt, hè, op een rolletje in Hollands Glorie. Maar over Hollands Glorie gesproken. Gebruik jij zo'n zwarte kunst om er zo eeuwig jong uit te zien? Loch, tante Lien, als je eeuwig jong bent, je hebt toch geen zwarte kunst nodig. En waarom heb je je aangekleed als jongens? Met sarong en zo'n petje op. Waarom? Ja. Jij behandelt mij toch steeds als huisbediende ook, tante Lien. Oh. Daarom. Het staat je anders best aardig. Weet ik toch. Hè, tante Lien. God, God, wat is hij snedig geworden, ja? Sinds de Crispusaka. Het is tante Lien, wat eenmoedig dat je mij gevraagd hebt. Zo lief ben jij, zeg. Kijk, dit is Willem, dit is Richard Aubry. Kom dan gezellig zitten, gaan we even... De Crispusaka, het is natuurlijk gezellig. Gaan we gezellig zitten, kunnen we even over Christen praten? Ik zal je eventjes introduceren bij de Luitjes Thuis. Ja, ja. Luitjes Thuis, dit is Richard Aubry. Hij komt uit een beroemd goudsmedengeslacht van Ciprocchio. Ciprocchio, je moet mij niet beledigen. Nee, een klein mijn moeder is van een goudsmedengeslacht aan het Solose Hof. Van Paco Buono de Tiende. Ja, en hoe heet dat? Uit 1930. En mijn moeder was van het geslacht Citro di Puro. Citro di Puro. En nu is Richard tekenleraar aan de scholengemeenschap de Delfzijl. En vertel dan iets over christen maken, hè? Van begin tot eind, we willen alles weten, hè? Moeilijk, dat is zoveel om alles in eens te vertellen. Nou, begin dan. Begin. Laat maar eerst zien dan deze. Ja, eerst laten zien. Oh, eerst de Christ laten zien. Goed dan. Kijk, hè? Kijk dan jullie aan de voorkant. Ja, ja, ja. Dit is een schede, dat heet baronko. Dit is een schede voor feestelijke aangelegenheden. Aan deze sierlijke vorm te zien, hè? Ja. En deze schede heet baronko ladrang. Ja. Dit metaal, die huls, is gesloten. Je hebt ook open. Ja. Dat is de kandar. Mm-mm. En dit is de boentar. En hier zie je nog, goed kijken. Mm-mm. De motieven van de Siri slingerplant. Oh ja, waar ze ook dan pruimtabak en zo. Ja, ja, erg lekker. Ja, ja. Nou, een kris, hè? Uh-uh. Even voorzichtig. Hij zoent. Ik ken, je moet toch een ceremonie voordat je een kris uit de schede haalt. Ja, ik zeg geest in deze kris, ik groet u eerbiedig. Ja. Nou, deze kris is... geen legering. Hij wordt niet in de vorm gegoten. Hij wordt geslagen in lagen. En die lagen bestaan uit? Nou, moet je eens kijken. Ja? Ik zal heel even vormen. Dat gaat zo. Je neemt een blok ijzer. Hmm. En een blokje staal. En een blokje nikkel. Dat wordt verhit. En op de juiste temperatuur wordt gesmeed. Tot zo lang. Ja. Als het zo lang wordt gebogen, gebroken... weer uitgesmeed, weer tot zo lang. Ja. Wordt weer gebogen, weer gebroken, weer uitgesmeed. Kortom, ik zal zo zeggen, eerst krijg je één laag, twee lagen, vier lagen, acht lagen, 16, 32, 64. Tegenwoordig, de christen worden alleen tot 64 lagen gemaakt. Maar echte oude christen, die gaan tot 200 à 300 lagen. Zo dun toch? En ik heb ook gehoord, Richard, dat je met zo'n kris nooit mag moorden, hè? Nee, een kris mag je niet misbruiken. Het is een wapen om je te beschermen tegen slechte schepselen en kwade magische invloeden, zoals Guna Guna. Daarvoor mag je gebruiken? Ja, ja. Weet je een paar voorvalletjes met zo'n kris? Oh ja, vorig jaar nog met een Engelsman. Ja. Nou, hij kocht op Pasar Klada, kocht hij in een winkeltje met antiek, kocht hij een kris. En hij was geweldig trots. Naar het hotel, hij laat zien aan ons en zo. God, wat een mooie kris is dat.
En plotseling, over zijn hele lichaam, kreeg hij jeuk. Gatto. Doodeng om te zien, doodeng. Nou, ik kijk naar hem en zeg, ik ken iemand die je misschien kan helpen. Ik bracht hem naar een vriend van mij die ontzettend veel weet van Christen. Af en ik bracht hem naar Maas. En Maas zei onmiddellijk, verkoop die Christ direct. Nog diezelfde middag zijn we naar diezelfde toko gegaan en hebben die kist teruggebracht. Met een beetje verlies natuurlijk, Rugi, hè? En in ieder geval, hij zijn Christ kwijt. Hij komt in het hotel en plotseling zijn kattelen weg. Weg. Ja. Raar, hoe kan dat? Ja. Die Chris was niet voor hem bestemd, natuurlijk. En na jouw dood, dan gaat jouw geest toch daarin? Ja! Heeft hij al verteld, ja. Toch? Pas als... Pisaka! Ha, Pijdo! Wat is dat? Geest weggevlogen. God, Indra, wat liet je ons schrikken? Maar doe je, stil! Je moet niet zeggen Indra. Is niet Indra privé, maar is Indra in de gedaante van Ken Angkrok. Je weet wel, die halfgodelijke avonturier, die koning wilde worden van het land. Daarom hij gaat naar een beroemde christensmid, een heilig man, en hij bestelt een kris. Daarmee, hij wil doden de koning, hij doet, en hij trouwt met de vrouw van de koning, zo hij is koning van het land. Maar hij is bang dat iemand anders ook zo'n kris krijgt van die smid. Zo hij doodt ook die smid met die kris, maar voordat de Christensmid dood is, hij vervloekt Ken Angkrok, ja? En hij zegt, jij zal sterven door jouw eigen Chris en ook jouw hele nageslacht tot in het zevende geslacht. Dat is Ken Angkrok. Thank you.
Dankjewel. Voor die prachtige dans. Dankjewel. Kom je nog even gezellig bij ons zitten? Helaas, gaat dat kan niet. De plicht roept. Wij moeten jaga chucho. De jonge lui gaan uit en de oude lui moet op de kleintjes passen. Dus je bent zo dadelijk babysit? Dat is zo. Oh, nou ja. Dan huh? Moet het maar. Ja. Kijk iedereen nog even goed naar dat prachtige kostuum, zijn lui. Mooi, ja. Prachtig. En hier echt de bierrol. Dankjewel, Indra. Dankjewel. Ja. De Lien Show. Was jij vroeger als kind wel eens bang in het donker of 's avonds? Oh ja, als we in bed lagen toch en de ouders waren weg naar de soos. Ja, dan hoorde je 's nachts luwaks, ja? Zo griezelig. Maar weet je, mijn broertje en ik, ja, wij sliepen samen in een groot bed. Met mijn klapmoeder boven en hadden wij overdag vuurvliegjes hadden we verzameld, ja, en in een jampot gedaan met een deksel erop met gaatjes. En dan s'nachts, als de lichten uit waren, wij deden de deksel open. En die vuurvliegjes, zij gingen vliegen door het bed. En ze kwamen niet door de klamboe heen, dus je lag in bed en je zag allemaal kleine vuurvliegjes zo. En dan die geluiden van de straat, zo gezellig. De klompon. En de bami Chinees. Je weet nog wel. Het werd al donker, de nacht viel snel. Ik was nog klein. Maar weet nog wel, het stadsrumoer opeens heel ver. De late roep van katjongs in de buurt maakte de avond even schril. Het huis heel eenzaam en heel stil. Maar tokke klonk daar dan ineens de tokke. En tok tok bami kwam het antwoord van de straat. En tok tok lieve oma stampte Siri. En plotseling was de avond warm en zwaar. Een lamp werd ergens aangedaan, een draad met slechts een peer eraan. De maan boven het achtererf, de geur van middag nasi op het vuur. Riep de honden ook naar huis, geklik van borden. Iedereen was thuis. En tokke, hoor, daar was hij weer, de tokke. En tok tok bami kwam het antwoord van de straat. En tok tok oma stampte troes door Siri. En God, wat heerlijk zaten we bij mekaar. Want later op de galerij, tanden gepoetst, nog even bij de grote mensen in de kring. Daar bid toe aan. Wat laat de baboes gaan. Hun zachte stemmen hebben weg. Een witte slendang deint al ver. Maar tokke, hoor, daar was hij weer, de tokke. En tok tok bami kwam het antwoord van de straat. Tok, tok. Oma stampte haar zoveelste pruim, Siri. Ajo, naar bed jullie. Het is al heel erg laat. Dan werd je soms wakker. Je vond alles eng.
Je werd steeds banger, want je hoorde geen stem. Zou iedereen zijn weggegaan? En lagen jullie heel alleen in huis? Sayamau minum, riep je schreeuw. Want het was zo donker en zo stil. En tok, tok, hoor, daar was oma met haar Siri. En ajo, zei ze, piki ambeeldses en diri. Dan kroop je dicht tegen haar oude jak. Haar sarong rook naar bruin tabak. Maar daarom juist kon zelfs de duivel haar niet aan. En tokkei klonk nou niet meer van de tokkei. En tok tok bami klonk nu ook niet meer op straat. Maar tok, tok, oma stampte troes door Siri. Ajotidor, het is al heel erg laat. Ajotidor, Lien, kom dan toch! Lien, als je terugkomt, breng dan voor mij even Rocco Kretek mee, ja? En ook een glas Chendol, Lien. Breng je mee? En ook Kwee Mankok dan voor mij, ja? Ajo dan! Wat is dat toe? Johan, hij zit in de keuken te snoepen. Oh ja, ik zou hem wat vragen. Ben ik beelden? Dag Johan, sta je lekker te snoepen hier? Ik dacht ik zal maar niet storen, ja. Master, je zit hier van de lekkere balletjes te eten, hè? Kom, gaan we even bij Anneke zitten? Ja, gezellig. Ga ik jou even vragen over jouw boeken en zo, hè? Zo. Dankjewel. Voor die luidjes thuis en voor de kleintjes thuis. Even zeggen, Johan Fabricius. Een schrijver van bijna 100 boeken eigenlijk, om precies te zijn 90, hè? Ja. Hij heeft in 1932 de Van der Hoogprijs ontvangen. En gaat ons iets vertellen over zijn nieuwste boeken, hè? Dat zijn, Johan. Ja, je hebt daar Diponegoro liggen. Ja, hè? Diponegoro, dat is de Javaanse vrijheidsheld, weet je wel, 1825, 1830. En dan ligt daar De Schreeuw van de Witte Kakatoe. Dat is een verhaal wat speelt tegen de achtergrond van de Patimura-opstand in de Molukken. Ja, en wat verder nog, Toontje Poland, ook in diezelfde tijd. Een enigszins legendarische figuur uit het oude Indië ook. Daar zal ik op... Enzovoort, zeg. Ik ben nog vergeten aan die luidjes thuis te vertellen, jouw beroemdste boeken, dat zijn eigenlijk De Scheepjongens van de Bonte Koe, hè? Een meisje met de blauwe hoed en De Lieve Honger in Napels, hè, Johan? Ja. En je allerlaatste moet ik ook nog vertellen, van De Sultan Itza, hoe was die titel? Ja, dat is een enigszins journalistiek getint boek, dat gaat over, dat heet Spelenvaren met de Sultan. Dat is een tocht die ik in 1945 met de Sultan van Ternate door de Noordelijke Molukken heb gemaakt. Maar dat is een reeks verhalen. Waarin ik alles en nog wat vertel, zo van wat ik zo in de verre wereld in een lang leven heb gezien. Enig, ja, ik heb hier een paar oude foto's van jou, Johan. Ja, eens kijken. Kijk dan, zo leuk. Ook eventjes aan die luidjes thuis laten zien. Waar was dit? Vertel eens eventjes. Nou, dat is in de tijd geweest dat ik die Van der Hoogprijs kreeg. Toen werd er een foto verspreid en ik was een van de weinige in Nederland die met zo'n ding op de kop liep. Hè? Met zo'n Baschische baret. Ik vind beeldig, hoor. Ja. Hallo, beeldig. Ja. Toen wel. Hè? En deze?
Ja, de jonge schrijver, geïnspireerd aan het werken, zie je wel. Hoe oud was je hier? Zo, in diezelfde tijd. Ja, in diezelfde, tijd. Oh, hij zegt dan wel. Wat, wie? Hij zegt een liefde niet. Ja, dat is dat ondersteboven. Wacht, even, ik zal eventjes. Je moet even zo. Nou, dat is in de Batavia. We woonden toen op Tanaabang in Batavia, Jakarta dus tegenwoordig. Ja. En dit is mijn vader, doodmoe van het veel te harde werk in de tropen. En dit is mijn zusje, die van de ene verliefdheid in de andere viel destijds. En dit is mijn moeder. En ik sta hier bij uitzondering met een nette das om. Ai, zo leuk, hè. En hier? In 1918, in het voorjaar, ben ik als oorlogsschilder, als kriegsmaler naar het Oostenrijkse front gegaan. En dit ben ik dus aan het, achter het front nog met een oppasser die ik kreeg, een Bosnier. Ah, doe goed, zeg. Ja, jij schildert ook veel, hè, Johan? Ja. Je werkt hard, zij staat voorgesproken op, gaat schrijven. Veel te hard, ja. Maar wat ik jou was vragen, geloof je aan Guna Guna, hè? Nou, ik geloof niet dat ik er zo hard in geloof, maar kijk eens, het is met Guna Guna zo, hè. Als je erin gelooft, dan is het er ook, hè? Ja. Dan is het er ook. Ik heb bijvoorbeeld meegemaakt een keer in Solo. Toen zei ze, ga eens naar daar en daar naartoe, naar die kampong. Daar is een man die leeft in permanente doodsangst voor Guna Guna. Die hebben toen opgezocht. En ik herinner me nog die avond, zo'n tropenavond in een kampong. Dus gamelan muziek, er zal wel ergens een besnijdenis of een bruiloft zijn gevierd. En de muskieten, hè, en de kamprets, de vleermuizen fladderen om je heen. En die man zat in zijn vogelreetje en die zei, meneer, mijn vrouw durft het huis niet eens meer uit. Zij wordt bewerkt. Hè. Zij wordt bewerkt door een doekoen in Semarang. Ik zeg, nou, dat is niet naast de deur. Hè. Ik was toen in Solo immers. Ja. Ja, ze heeft ons kind ook al doodgemaakt en mijn vrouw durft ook het huis niet meer uit en zo. Dus die man was werkelijk helemaal bezeten van angst voor Guna Guna. Ja. Maar jij zelf aan den leven zoiets ondervonden nooit, Johan? Nou, ik heb juist ondervonden dat het nonsens bleek te zijn. In Surabaya deelden wij een groot huis op Gedong Doro. Ik geloof een oud residentshuis, daar hadden we de helft van. En die andere helft werd bewoond door de weduwe van deze grote meneer die daar gewoond had. En die hield koeien. En achter het huis was een kali. En dan stonden wij s'avonds in de tuin, stonden wij te luisteren naar steentjes die van het dak afrolden. Zo gingen die steentjes zo'n laag, zo'n zacht glooiend Indisch dak, weet je wel, hè? En het ene steentje na taak erop en daar. En zo stonden wij. Nou, ik moet je zeggen, ik was als jongen geloof ik toch wel een beetje bang, zie je? Nou, niet meer natuurlijk, hè. Maar enfin, toen. En toen stonden wij te luisteren en toen dachten wij, zou dit nou werkelijk Guna Guna zijn en zo. Maar toen is achteraf uitgekomen dat zij een van de melkbezorgers ontslagen had. Omdat die water door de. Zij had namelijk koeien om ervan te leven, hè. De melk dus te laten bezorgen. Die had water in die melk gedaan. Zat hem ontslagen. En toen bleek dat hij van de overkant van de kali met een katapult. Dan kun je verschieten. Begrijp je, die steentjes op onze. Dus dat is mijn Guna Guna ervaring. Is niet erg groot. Nou, toch leuk om te horen. En ontzettend bedankt voor alle verhalen, hoor. Ik vond het fantastisch. Graag gedaan. Ik ben
Dames en heren, dit was de dansgroep Olele uit Rotterdam. Wie dus hebben al opgetreden voor prins Bernard. En in Brussel voor de vrouw van president Suharto. En voor prinses Paola en de vrouw van premier Tieneman. Dankjewel. Chendol op mijn vleugel. Jakkahula, hekidula. Jakkahula, hekidula. Twee lasje rammers meenemen, ja, voor mij. Jakkahula, hekidula. Jakkahula, hekidula. Breng, 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 breng. Don Hawaii, near the moonlit bay. When I lingered a while, she stole my heart. Far and near, you forget about them all. If you put them, bang, bang, bang. Ayo, kijk dan, Jos, je hula hekidula. Jaga hula hekidu, zo lief, ja, deze twee. Jaga hula hekidula. Jaga hula hekidu. Jaga hula hekidu. Van Drommelen? Met Uri Geller nogmaals. Spreek ik met Huizen Drommelen? Ja. Ik maak me een beetje zorgen over de betaling, Tante Lien. Heeft u mijn Giro-nummer? Want u bent toch Tante Lien uit Arm Den Haag? Wat enig dat u mijn plaatje kent, meneer Geller. Weet u, ik zal u betalen als het een hit wordt, ja? Nou, dan kan ik wel naar mijn centen fluiten. Hé, hey, Uri. Vogeltjes die te vroeg fluiten gaan voor de poes, ja? Zijn luidjes, wat zitten jullie daar te om een kossong? Om een kossong? Ja. Wij praten over mevrouw De Gunst. Mevrouw De Gunst? Ah. Loh, Lien, jij kent toch zeker wel mevrouw De Gunst? Dat nou? Op nummer 11, aan de laan van Meerdervoort. O ja. Mevrouw De Gunst werd steeds bedreigd door zwarte kunst. Ach, nee. Want dat had zij van een waarzegster gehoord. Adoe. Die zwarte kunst die zat al door haar hele pan. Op de wc en zelfs tot achter het behang. Ook zag de waarzegster een sluwe intrigaan. Dat kon zij lezen uit het kaartje van de slang. Toch, mevrouw De Gunst, mevrouw De Gunst. In de pan van zwarte kunst. Was dat een schim die daar nu ging? Of was dat sinds begoocheling? Onder bed, op het toilet, de zwarte kunst gaat door haar flat. Als niet verdwijnt, wordt haar gezondheid ondermijnd. Lien, ik werd zo bang, ik deed geen oog meer dicht. Want zwarte kunst is iets wat altijd heeft bestaan. Elk geluidje bracht mij uit mijn evenwicht. Dus Lien, ik ben naar de politie toegegaan. De commissaris schrok zich dood van mijn verhaal. En hij ontbood direct een groot rechercheteam. Men sprak, dit is een zwaar vergrijp vooral fiscaal. Wij moesten dat bewuste huis maar vlug gaan zien.
Mevrouw de gunst, mevrouw de gunst. In de ban van zwarte kunst. Was dat een schim die daar nu ging? Of was dat zinsbegoocheling? Onder bed, op het toilet, de zwarte kunst gaat door haar flat. Als niet verdwijnt, wordt haar gezondheid ondermijnd. En toen opeens, Tjoba, daar ging de telefoon. En ik werd door een ratelslang geattaqueerd. Lo, weet je wie? Mevrouw de Gunst op schelle toon. Mijn goed bedoelde hulp viel helemaal verkeerd. Al haar mooi antiek was bij haar weggehaald. De politie zei, u overtreedt de wet. Want die kostbaarheden met zwart geld betaald. Heeft de belasting daarmee buitenspel gezet? Nou, Lien, ik was door dit geval zo uit mijn doen. Het kostte uren voordat ik had uitgelegd dat zwarte kunst iets anders is als zwarte poen. Maar nou zijn al haar spullen, godzijdank, terecht. Ik hoor nu taal nog teken van mevrouw de Gunst. Het lijkt wel of zij nu in rook is opgegaan. Nou toet, dat komt beslist weer door die zwarte kunst. Of door de waarzegster, neem dat maar van mij aan. Mevrouw de Gunst, mevrouw de Gunst. In de ban van zwarte kunst. Was dat een schim die daar nu ging? Of was dat zinsbegoocheling? Onder bed, op het toilet, de zwarte kunst gaat door haar flat. En als het niet verdwijnt, wordt haar gezondheid ondermijnd. Ondermijnd, ondermijnd. Tantelien, vertel eens, waarmee werd je vroeger bang gemaakt in Indië? In Indië werd ik mee bang gemaakt met Puntianak of Kuntilanak, Konroo, Momox en Zwarte Piet. Tantelien, tot hoever reikt de Guna Guna? Nou, men zou per land kunnen spreken van een 12-mijlzone. Eline, nog genoeg over die Guna Guna, ja? Ander chapiter. Ja? Hoe is het met meneer De Wit van Uyelare? Ach, het is af met Boudewijn. Ik heb hem de frituurpan uitgeveegd. Tante Lien, vindt u belgemoppen nog steeds niet leuk? Nee, mevrouw Prong. En ik krijg er ook genoeg van om het steeds aan die Belgen uit te moeten leggen. Tante Lien, Tante Lien. Hoe oud bent u eigenlijk? Al is de wereld vol kommer en kwel. Tante Lien bespreekt met bel. Ja, ja. Tante Lien. Tante Lientje. Tante Lien bespreekt met bel. Nee, Tante Lien. Hoe oud bent u nou eigenlijk? 39. Alweer, jij vergeet zeker dat tropenjaren dubbel tellen. Let maar niet op toeterlui. Ze is aan haar tweede jeugd bezig. De eerste was niet goed genoeg. Tante Lien, verlangt u nog wel eens terug naar uw geboorteland? Ja, Jean. Toetie en ik, we hebben dagelijks heimweeën. Maar ado, zo'n reis is ook een hele bevalling. Tante Lien, heb je wel eens last van een ochtendhumeurtje? Jonge dame, wij tropenmensen hebben toch nooit last van een ochtendhumeur? Alleen, doet die er tweede ex-man. Ado, verschrikkelijk ochtendhumeur zeg. Vooral als hij een slippertje had gemaakt. En dat deed hij vrijwel dagelijks. Dan stapte hij zogenaamd met het goede been uit het verkeerde bed. In de Orinoco drijf een krokodil. Wil jij daar gaan poepen, bijt hij in jouw bil.
vindt u van de emancipatie in Nederland? Nou, ik vind dat ze tegenwoordig niet meer kijken of het een man of vrouw is. Ze kijken alleen naar het geslacht. Daarom vind ik dat er een partij voor vrouwen moet komen. Waar we dan als één man achter gaan staan. Ja, zie je. Tante Lien, waarom is het geluid van de popmuziek eigenlijk zo keihard? Wat zeg je? Waarom is het geluid van de popmuziek eigenlijk zo keihard? Weet je waarom, Chris? Door dat hi-fi genot krijgen de jongelui beter een orgasme. Al is de wereld nog kommer en kwel, Tante Lien begreep het wel. Al is de wereld nog kommer en kwel, Tante Lien begreep het wel. Nou, en nou nog eventjes een spotje voor de sponsor, want zwarte kunst wordt niet gesubsidieerd. Ik ben Tante Lien. Ik doe niks. Ik drink klappermelk. U ook? Ayuna, 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 in die hoge klapperboom. Ayuna, ayuna, maspira, jangama en gila. Ayuna, 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 in die hoge klapperboom. Ayuna, ayuna, maspira, jangama en gila. Jangan mandi, kali persapen, kali persapen. Zwarte kunst was, heeft doet geweten. En die verhalen van Guna Guna, die hoort men graag in ons geliefd Den Haag. Ayun, 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 in die hoge klapperboom. Ayun, ayun, las die raad, dan kan ze mij die laag. Ayun, 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 in die hoge klapperboom. Ayun, ayun, las die raad, dan kan ze mij die laag. Ah, bordok doet die alweer. Ja, dat gaat toch wel hersens. Ben je weer een dubbeltje kwijt?